Erik ten Hag. Met ook Steinman voor. Die wordt aangespeeld, Steinman. En een doelpunt. Een doelpunt van Johnny Bosman. En wat voor een. Snoeihard ingeschoten. Westerveld werd totaal verrast. En na een kleine 5 minuten Twente aan de leiding. Van Halst. Geen buitenspel. Vennegorf Hesseling naar de tweede goal van Twente. Niet dus. Goed uit zijn goal komen van Westerveld. Had die bal moeten pasen naar Theo ten Kaat. En dit is natuurlijk een kans voor Vennegorf Hesseling. Die moet benutten in feite. Wel knap werk van Westerveld. Sturing. Soerovic en Van Halst. Een duel nummer zoveel. Duwtje van Jan van Halst. En Soerovic gaat graag naar het gras. Vrije schop zo dadelijk voor Vitesse. Kreek of Trustful. Kreek dus, super getrapt. En ingetopt. Ingetopt door Perovic. Mooie goal. En we staan weer op 1-1. 26 minuten gespeeld. Perovic. Mooi genomen, vrije schop, draaide goed door. Perovic kreeg de ruimte. Werd in feite niet goed gedekt. Klik soepel in. Bosman, snel gezien. Ten Kaat. Goed gevoetbald ten Kaat. Ten Hag. Opnieuw Theo ten Kaat. Aardige combinatie tussen die twee. Overtreding ten Kaat op. Overtreding van Soerovic. Op Theo ten Kaat. Ten Hag. Een royaal gemist kans voor Twente. Johnny Bosman die over die bal links heen maait. McKinnon. Ten Kaat. Sturing goed verdedigd. Maglas. Perovic, bal moet naar rechts natuurlijk. Sturing goed getimed opgekomen. Martijn Reuser is voor. Logisch. Logisch dat Sturing recht toe, recht aan ging. Misschien had hij die bal kunnen trekken, maar dit was ook een mogelijkheid. En had Sturing zijn eerste goal gescoord van dit seizoen. Kreek. Maglas. Nu is er ruimte voor Vitesse. Trustful. Op links naar McKinnon. Dit is te moeilijk, want de kaart heeft te weinig snelheid in de benen. Bal had naar links gemoeten naar McKinnon. Verkeerde voortzetting van Ricardo Steinman. En ook Meijer aan de kant is daar heel kwaad over. Doordat Willem Koster bij Vitesse in de ploeg is gekomen, gaat Michel Kreek nu links achterin spelen. En Koster links op het midden. Daar heb je hem al. Naar die paas van Soerovic. Korsten gaat scoren. Nee, scoort niet. Dat zal niet gebeuren. Je bent net een minuut in de wedstrijd en je scoort de tweede goal voor Vitesse. Hij laat het achterwege. Kijk maar. Hij jacht goed achter die bal aan, maar moet hier veel meer uit kunnen halen natuurlijk. Ja, naar wie moet die bal gegooid worden? Geen Twente-speler in de buurt. Bosman. Ten Hag. Korsten. Lekker balletje. Moeilijk voor Van Halst. En een doelpunt. Doelpunt van Soerovic. Hier is die paas van Korsten. Die mag er zijn. Kijk naar Van Halst. Die moet draaien. Is daardoor te laat. Soerovic profiteert er optimaal van. Twente is bezig te werken aan die gelijkmaker. Of Vitesse zover laat komen is vraag 2 natuurlijk. Steinman. Steinman is goed. Overstapje. Vennegorf Hesseling.
McKinnon. Bosman. Mooi, als het lukt. Ten Kaat, goed werk van Bosman om die bal terug te leggen met het hoofd. Orlando Trustful. Sturing komt. Edward Sturing. Met voorin Maglas en Surovic. Is een voorzet op maat. Maglas. Martijn Reuser. Sturing met effect. En een hele mooie bal. Heel knap. Van Perovic. Technisch vrij. Korsten. Maglas. Korsten schuiven die bal. Die bal wil er niet in. Knap verdedigd ook. Corner die Martijn Reuzen gaat nemen. Komt Maglas alsnog aan zijn goaltje. Uit deze hoekschop. Fantastische redding. En een goede kopbal van Perovic. Mooi genomen hoekschop. Magnifieke redding van doelman Bosker. Wil de bal naar voren. Die kan nog knap lastig zijn. Want Westerveld aarzelt. En die maakt net geen hens of wel. De vlag van de grensrechter gaat niet de hoogte in. En het blijft spannend tot aan het eind. En dan is het nu afgelopen, zegt Luimgen. En dan blijft Vitesse ook ongeslagen in het 10e thuisduel. Hele belangrijke punten voor Vitesse.